Zo, welkom alweer bij de Kijkerspost. En jullie hebben in ieder geval weer allemaal wat zalen gemaild. En ik heb hier een mailtje. Oh, sorry, ik ben vergeten te zeggen, met mijn allerbeste vriend Ferry van der Zanden. Hey, ik hoor dat jij je stem op elkaar kwijt zet. Ja, netjes. Kras op de rug. Oh, bedankt. We hebben hier een mailtje gekregen van Tiano Koster, die zegt: bij de opening is onze zoon gefilmd bij Sieneke, alleen die beelden hebben wij niet teruggezien in de uitzending. Nou, wij zijn aan het zoeken geweest en ik denk dat we ze gevonden hebben. Kijk eventjes mee, hier zijn ze. Ja. Yep. Dat was boeiend. Leuk om te zien. Leuk hoor. Heel leuk, ja. Ik heb er hier een voor jou, maker. Ja. Claudia en Joanne, zij zijn twee transseksuelen. Mm. En die willen met jou in een attractie, want ze willen een taboe doorbreken. Taboe doorbreken. Nou, dat is iets voor jou. Dat moet je doen. Dat is goed voor jouw carrière. Nou, dat wil ik. Doe ook eens een keer iets nuttigs. Ja, maar dat, oh, dat betekent jouw deurbraak, matje. Ja, dat moet ik dat doen. Ja. Ja. Dat wordt deurbreken voor jou. Met twee transseksuelen in no gati. Nou, ik ga dat doen. Dat wil jij wel, hè? Ja, dat wil ik wel. Ja. Even kijken. Peter van Gorp wil Otto en Pabo zien. Nou, op YouTube staan alle filmpjes, dus je kunt gewoon zo kijken, Peter. En wat denkt jij van Luc Sterk uit Den Bosch? Wat is dat mee? Die vindt het heel fijn de Kermis TV op Brabant 10 is. Nou, dat vind ik ook. Ja. Ja, vind ik ook heel fijn. Ja, nou, dit was weer de Kijkerspost. Oh, jij vindt echt vergeet. Wat? De filmpje van jou met die drie werven, hè? Welk filmpje? Nou, de ene filmpje, maar een beetje de... Nee, doe maar niet... Nee, dat weet jij misschien niet meer. Maar ik weet dat nog wel. Van ik die heb, dames ja, van de Ja, precies, nacht. Die dames van de nacht, ja. Ja, ja. Wat is dat mee dan? Dat is belastend materiaal, hè. Dat filmpje, dat is de hele uitzending niet gehad, maar ik heb toevallig wel gezien. Hoezo? Ik heb een kopie van gemaakt. Ik heb die meiden en, van de nacht. En weet ik toevallig dat jij getrouwd bent. Ja. En jullie kunnen niet blij zou worden als ze dat zien. Hoezo, maar ik heb die mensen of die meiden van de nacht gewoon met respect behandeld. Ja, dat is te zien ook op dat filmpje. Hoezo? Nee? Daar is toch helemaal niks mis mee. Dat is gewoon respect. Ik heb daar helemaal niks verkeerds mee gedaan van de zaterdag. Ik weet dat ze losse handjes zijn en ik wil jou geen moeilijkheden bezorgen. En dus, ja, een kleine vergoeding, dat zou hier wel op zijn plek zijn. Nee. Hoezo een kleine vergoeding? Ik zit te denken aan een bedrag. Dit was de Kijkerspost en ik zou zeggen, rond bedrag. Tot morgen. Je hebt praat er maar doorheen, hè? Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ik heb gewoon niks gedaan, man. Kies mee hoeveel je hebt. Ik heb helemaal niks gedaan. Nee, dat zou jullie vrouw ook zeggen, denk ik, als ze dat straks te zien krijgt. Maar ik zeg al, ik heb een schoon kopie gedraaid. Tot morgen. Ik zit te denken aan een bedrag. Jij zit nergens aan te denken. Weet je waar ik aan zit te denken? Dat ik hier meer dan alleen sta. Oh, dat zou heel goed kunnen, maar dan wel ergens anders denk. Nee, ik heb een mailtje gekregen nog dat er geprobeerd wordt in onze uitzending in te breken. En ik ga wel uitzoeken wat dat is. Laatst praat. Jij geloofde toch zelf niet. Je hebt niet praat van die meesten allemaal. Zeker weer zo'n maat van jou, zo'n appetjoek. Nou, moet je niet naar luisteren. Ik ga het uitzoeken. Dit was het Kijkerspost en tot morgen. Ben een flauwekul met die meiden van de nacht, man. Nee, er is helemaal niks mee gebeurd. Nee, ze zaten aan men. Noem jij daar niks? Ze zaten aan men. Ze zijn zelf begonnen, ja. Ze zijn zelf begonnen, ja.